Nog tot eind september kan je een van de mooiste en meest prestigieuze bibliotheekzalen van Antwerpen ontdekken, namelijk de Notenboomzaal. En welke geheimen daar allemaal te vinden zijn, dat ga ik vandaag voor jullie ontdekken. Hey, goedemorgen Dian. Dag Wouter. Hey, Dian, ik ben al heel veel hier op plein geweest, maar ik moet zeggen, ik ben nog nooit hier in dit gebouw geweest. Waar staan we juist? Wij staan hier vandaag in de Notenboomzaal. En de Notenboomzaal is een beetje de pronkzaal van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Is het hier altijd al een bibliotheek geweest? Nee, het is hier zeker niet altijd een bibliotheek geweest. In de 17e eeuw hebben de Jesuiten hier drie gebouwen gezet, waaronder de kerk en het gebouw waar wij hier nu staan. In de 18e eeuw is de Jesuitenorde opgeheven, werd alles openbaar verkocht en werd het hier een danszaal en een café. En dan in de einde 19e eeuw heeft de stad Antwerpen dit stukje gebouw gekocht om er hier een bibliotheek van te maken. Stel nu, ik wil heel graag de bibliotheek en de Notenboomzaal komen bezoeken. Wanneer kan dat? Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan altijd als vereniging een gegidste rondleiding boeken met maximum 15 personen. Hier zijn ook regelmatig op zondagvoormiddag lezingen. Maar als je echt niet kan wachten, dan kan je nog boeken voor onze zomerrondleidingen tot eind september, op donderdag en vrijdag. En wat je dan mag verwachten van zo'n rondleiding, is natuurlijk een beetje informatie over de boeken, hoe dat de boeken ook kunnen geraadpleegd worden. Maar je ontdekt ook echt de schatten van de Notenboomzaal. En er zijn heel wat schatten. We zien daar al de twee globen staan. We hebben een stukje papyrusrol van 3000 jaar oud. Dus dan ontdek je ook samen met één van de gidsen van de Notenboomzaal die schitterende zaal. Stel nu, ik wil volgende week op bezoek komen. Wat mag ik zeker niet vergeten? Het belangrijkste dat ze nu momenteel niet mogen vergeten. We zijn nog altijd post-corona, dus de rondleidingen zijn nog altijd verplicht met een mondmasker. Dus dat is heel belangrijk dat ze een mondmasker bij hebben om te genieten van die schitterende Notenboomzaal. Dankjewel, Dian. Ik heb alvast heel veel bijgeleerd. Wil je nu zelf de Notenboomzaal komen ontdekken? Ga dan naar www.experienceantwerp.be.